real important guy. Real important. Ja, of course. Daan, Mats voor tweede. Wat voor gevoel heb je aan deze etappe overgehouden nu? Ah, op zich wel goed. Ik denk dat we een goede lead-out hadden. Misschien was het ietsjes te vroeg, maar ook de tussensprint pakten we. Dus dat was, ik denk, al met al een goede dag. Ja, jammer als je natuurlijk zo dicht bij de overwinning bent dat je dan niet wint. Maar ik denk een mooi begin van deze Vuelta. Het toont ook aan, denk ik, hoe groot het vertrouwen is in Mats, hè, voor deze Vuelta. Ja, absoluut. Hij was in de Tour al supergoed. En na de Tour is hij altijd nog beter. Dus ik denk dat hij in topvorm is. En dat we nog mooie dingen kunnen verwachten als we geen pech hebben. Ja. Wat heb je verder meegekregen van die laatste kilometer? Want je hebt natuurlijk zelf ook nog een aardige beurt op kop gedaan. Ja, ik verloor de posities een beetje toen iemand van Quickstep afzakte. Daarna probeerde ik nog wel terug te komen. En ja, het was hectisch, maar we zaten goed gepositioneerd. Dus we hoefden niet meer echt een move naar voren te maken in de laatste kilometers. En dan was het Mats afzetten in de laatste 200-300 meter. Ja. Smaakt dit naar meer, denk ik? Ja, een tweede plaats, dan moet er eentje altijd bij kunnen. Ja, absoluut. Alleen de overwinning telt natuurlijk. Succes nog. Ja, dankjewel. Real important guy. Real important. Yeah, of course. Daan, Mats voor